Daar zijn geen woorden voor. Ik denk, het punt om geluk te bereiken, dat is waar ik nu sta. Puur geluk is het als Hanne zich met haar danspartner Gabor Capin overgeeft aan de balkonscène van Romeo en Julia op Poitiers. Ah. Yeah. Choreograaf Jean-Christophe Maillot was lang niet zeker of Hanne zijn scène wel op Poitiers zou kunnen dansen. Voor mij was de spannendste dag gisteren, omdat de choreograaf Jean-Christophe Maillot in de zaal zat, gisteren. En hij ging beslissen Poitiers of niet. En ik wilde het absoluut op Poitiers doen. En daar heeft ze maanden voor getraind. Nu staat ze op het podium met Gabor Capin, balletmeester van Vlaanderen, maar ook met andere professionele dansers. De dansgala is de apotheose van een jaar leven om je droom waar te maken. Eén ding is wel zeker, ik ga wel blijven dansen. Niet zoals nu, maar ik denk dat ik wel misschien overmorgen alles terug in een dansles zal staan, enkele keren per week, want dat is ook voor een stukje weer dat ik ben. Ik kan dat ook niet opgeven. Ik denk als mensen een passie voor iets hebben, en dat is denk ik ook hetgene wat ik zelf geleerd heb, je moet vooral ook doen wat je graag doet. En als je die passie kan beleven, dat is het mooiste wat er is. De dansgala wordt zondag 24 februari uitgezonden op Canvas.